Hallo en welkom bij alweer het vierde deel over het gebruiken van regressieanalyse. Voor degenen die de eerdere video's nog niet hebben gekeken, dit zijn een aantal tutorials over praktische aspecten van het uitvoeren van regressieanalyse met behulp van SPSS. En het is vooral bedoeld voor sociologie-studenten aan de Universiteit van Tilburg. En mijn naam is Erik van Inge en mocht je op- of aanmerkingen hebben over deze tutorials, dan ben je van harte uitgenodigd om dit te sturen naar dit e-mailadres. Oké, de modellen worden dus steeds ingewikkelder die we gaan bekijken. En we gaan nu kijken naar modellen waar interactie-effecten in voorkomen. En je kan nog steeds de data zelf downloaden en ook de stappen die ik hier doe nalopen. En ik veronderstel, net als in de voorgaande video's, dat je ook op de hoogte bent van de dingen die ik eerder heb behandeld. Dus van de simpelere dingen. Oké, wat zijn interactie-effecten? Ik onthield het vroeger altijd met different slopes for different folks. Dus dat zijn verschillende effecten voor verschillende mensen. In het Nederlands klinkt het helaas niet zo mooi. Dus normaal gesproken in een model zonder interacties veronderstel je dat een effect hetzelfde is voor alle mensen. Met interacties is dat anders, dan ga je expliciet kijken of verschillende mensen verschillende effecten hebben ergens van. Dus bijvoorbeeld of mannen en vrouwen verschillende effecten hebben of lager, hoger opgeleide. Het zal zo al iets duidelijker worden als we gaan kijken naar voorbeelden. Overigens zijn er drie typen interactie-effecten. En die ga ik al drie bekijken. De eerste is, dus het is afhankelijk van wat voor soort variabelen je hebt. Welk soort onafhankelijke variabelen. Dat hebben we in de eerste twee tutorials ook al bekeken hoe dat werkt. Dus je hebt continue of categorische variabelen. En al nagelang de aard van die variabelen heb je ook verschillende soorten interacties. En de interpretatie daarvan is net iets anders. Het lijkt heel veel op elkaar, maar het is net iets anders, dus ik behandel ze even alle drie. En in dit deel A begin ik met continu maal categorisch interactie tussen één continue onafhankelijke variabele en één categorische dummy variabele. Omdat ik denk dat dat de eenvoudigste is om mee te beginnen. Dus laten we maar meteen naar een voorbeeld gaan, want dat werkt toch altijd het makkelijkste. Ik heb al eerder gekeken naar relaties tussen inkomen en tevredenheid. En verondersteld dat er een positief effect is. Kwam geloof ik ook uit de data. Dus mensen die meer geld verdienen zijn tevredener over hun leven. En dat staat hier samengevat in dit schema. Voor het huidige voorbeeld vraag ik me af, is dit effect van inkomen op tevredenheid misschien kleiner voor vrouwen dan voor mannen? Dus ik heb hier een pijl van inkomen op tevredenheid. En ik wil eigenlijk weten, is die pijl hetzelfde voor mannen en vrouwen of is die verschillend? En ik heb in mijn onderzoeksvraag al een idee gezet over hoe dat verschil zou kunnen zijn. Namelijk dat het voor vrouwen misschien het effect kleiner is dan voor mannen. Ik weet niet of dat ergens op slaat, maar misschien mannen zijn traditioneel, waren traditioneel kostwinner. En misschien is het wel goed voor hun eigen waarde als ze veel inkomen verdienen. En maakt het voor vrouwen wat minder uit. En vertaalt een hoog inkomen bij mannen zich daardoor meer in tevredenheid. Nou, zoiets zou een redenering kunnen zijn. Dus ik wil eigenlijk weten, ja, dit effect, inkomen op tevredenheid, wat ik al eerder heb geschat, als ik dat apart zou doen voor mannen en voor vrouwen, zou er dan hetzelfde uitkomen? Dus is het effect van inkomen op tevredenheid anders of kleiner voor vrouwen dan voor mannen? En dat tekenen we dan als volgt. We voegen de interactievariabele toe. Dus vrouw, dat is een dummy variabele die het verschil tussen mannen en vrouwen aangeeft. Vrouwen hebben daar dan één score. En dan tekenen we een pijl van die variabelen naar de pijl tussen die andere twee variabelen. Dus daarmee zeggen we van, geslacht heeft een effect op het effect
van inkomen op tevredenheid. Dus daarmee geven we een interactie effect aan. Dus door een pijl te trekken van een variabele naar het effect tussen de twee andere variabelen. Dus is het effect van inkomen op tevredenheid verschillend voor mannen en vrouwen? En als dit je hypothese is dat het kleiner is voor vrouwen, dan zou dat betekenen dat je een negatief interactie-effect verwacht. Dus het effect voor vrouwen is kleiner, deze plus is kleiner voor vrouwen dan voor mannen. Oké. Laten we maar eens gaan kijken of we dat kunnen. Nee, ik moet eerst nog wel iets anders zeggen. Iets over de aanpak. De algemene aanpak bij interactiemodellen, modellen met interactietermen, is altijd een nieuwe variabele maken die het product is van de twee onafhankelijke variabelen die je wil laten interacteren. Terwijl in algemene termen maak je een nieuwe variabele aan, compute, variabele AB, wat voor een naam je die dan ook wil geven. En die is het product van variabele A en variabele B. Variabele A maal variabele B. En dan heb je dus een nieuwe variabele gemaakt die de interactieterm in zich heeft. En dan vervolgens in regressieanalyse voeg je die interactieterm toe. En het is belangrijk om ook altijd in ieder geval de hoofdeffecten toe te voegen. Dus de syntax van de regressie moet altijd ongeveer zo uitzien. Regressie, bepaalde i-variabelen. En dan de onafhankelijke variabelen en de interactieterm. Dus variabele a, variabele b en de nieuw gemaakte variabele ab. Die niks anders is dan variabele a maal variabele b. Oké, dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen analyseren. En ik gebruik dezelfde syntax die ik eerder heb gebruikt. Ik ga daar eventjes snel doorheen. Je kunt de eerdere video's erop naslaan als je wil weten wat er allemaal gebeurt. Dus we hebben tevredenheid, we hebben gender, dat wordt even de nieuwe variabele vrouw. We hebben inkomen met 10 categorieën, van 0 tot en met 9. Die ga ik even runnen. En dan tenslotte maak ik dus, zoals ik net al zei, ik maak hier een nieuwe variabele aan. Ik vind het altijd handig om die variabele met IA te laten beginnen van interactie. Interactie inkomen vrouw. En die variabele is gewoon inkomen vermenigvuldigd met vrouw. Oké. Nou, laten we die regressieanalyse eens gaan proberen. Dus dit is dezelfde syntax die ik net ook liet zien. In dit geval heb ik tevredenheid als afhankelijke variabele. En ik wil kijken naar de variabele geslacht, dus vrouw, inkomen en de interactie tussen inkomen en geslacht. En uiteraard ga ik ook weer kijken naar de coefficients table. En die heb ik ook in mijn PowerPoint staan. Als het goed is, waar is mijn PowerPoint? Hier. Ja. En de grote vraag is natuurlijk van, hoe kunnen we nu deze getallen interpreteren? En zoals je ziet, we hebben hier 3 regressiecoëfficiënten gekregen, netjes met als laatste de interactieterm. En we zien ook dat de interactie significant is. Het is krap aan, maar het is net significant. Dus laten we eens gaan kijken wat die getallen nu betekenen. En te beginnen met het interactie-effect. De makkelijkste manier om dat te doen is ook weer te kijken naar de regressievergelijking, zoals we dat al veel vaker hebben gedaan. En als je die uitschrijft, dan krijg je dit. Dus dit zou zo langzamerhand bekend moeten voorkomen. De geschatte tevredenheid is het intercept. Het effect van vrouwen, het effect van inkomen en tenslotte het effect van de interactie. En dat is niks anders dan vrouwen maal inkomen. Dus dit is de regressievergelijking als je hem uitschrijft. Oké, nou, wat is nu dan de betekenis van dat interactie-effect? Ik heb net al gezegd van het zijn verschillende
effecten voor verschillende mensen. In dit geval verschillende effecten voor mannen en voor vrouwen. En dat kan je ook heel goed zien als je de vergelijking uitschrijft. Want als je de vergelijking voor mannen uitschrijft, dan valt daar heel veel weg uit dat laatste deel van die vergelijking. Dus mannen die hebben op de variabele vrouw hebben ze een score 0. Dat betekent dat in deze vergelijking deze term wordt vermenigvuldigd met de vrouw. Dus dat wordt vermenigvuldigd met 0 en is dat 0. En hetzelfde geldt voor die interactieterm, daar zit ook een maal vrouw in. Zo wordt ook een maal 0 en die hele interactieterm valt weg uit de regressievergelijking. Dus wat je overhoudt is simpelweg het intercept plus die 0,036 maal inkomen. En dat is al een eerste belangrijke conclusie. En dat is dat die 0,036, dat is het effect van inkomen voor mannen. Zoals je hier kunt zien. En dat is dus vrij tricky aan modellen met interactie-effecten. Dat je van de variabelen die interacteren, heb je niet langer de hoofdeffecten geschat. Dus dit getal is niet meer het hoofdeffect, het effect voor iedereen van inkomen, maar het is nu het effect van inkomen voor mannen geworden. En dat is iets wat veel mensen niet snappen. Niet alleen studenten, maar ook mensen die verder zijn in hun academische carrière. Dus dat is belangrijk, altijd belangrijk om te onthouden dat de interpretatie van de hoofdeffecten verandert. Dus dit getal is nu het effect van inkomen voor mannen. Oké, nou laten we eens gaan kijken naar vrouwen. Die hebben natuurlijk een 1 score op vrouw. Dus die hebben de volgende regressievergelijking. Intercept min die 0,301 maal 1. En dan het effect van inkomen. Dat is natuurlijk ook. En dan nog die interactieterm. 0,073 maal 1. Maal inkomen. En als je dat een beetje uitschrijft, dan kom je op het volgende uit. Dus het is het intercept min 0,301 plus 0,036 plus 0,073 maal inkomen. Dus hier staat inkomen, hier staat inkomen. Dus die kun je buiten haakjes zetten en dan heb je dit. En als je dat op deze manier uitschrijft, dan zie je heel duidelijk wat hier aan de hand is. Die 0,036 hadden we net al van gezegd, want dat is het effect van inkomen voor mannen. En je ziet hier dat voor vrouwen komt daar nog een getal bij. En dat is die 0,073. Dus die 0,073 is het verschil in het inkomenseffect tussen mannen en vrouwen. Verschil in het inkomenseffect tussen mannen en vrouwen. En dat verschil is significant. Het is groter, het inkomenseffect is groter voor vrouwen dan voor mannen. En dat is dus helemaal tegengesteld aan wat ik had verwacht. Ik had het juist andersom verwacht. Dat mannen meer, laten we zeggen, profijt hebben van inkomen. In termen van hun levenstevredenheid. Maar het is andersom. Vrouwen hebben meer profijt daarvan. En als je dat gaat uitrekenen, dan is dat, kom je uit op een effect van 0,109. Dus die 0,109 is het effect, het inkomenseffect voor vrouwen. Dus we hebben een inkomenseffect voor mannen, 0,036. En we hebben een inkomenseffect voor vrouwen, 0,109. Dus zo kun je dat uitrekenen. En zo kun je die getallen interpreteren. En dat is overigens niks anders als wat je zou krijgen wanneer je de regressies apart zou doen. Dus je kan ook een regressieanalyse doen met inkomen voor mannen en een tweede regressieanalyse met inkomen voor vrouwen. Die heb ik hier ook even opgeschreven. Dus dan kan je een SPSS doen door dit toe te voegen. /select is. In dit geval select is vrouw equals 0. Dus dat zijn mannen. En een tweede met select vrouw equals 1. Nou, die zal ik allebei eens runnen.
Even kijken, dit is de eerste hieronder zie je nog select vrouw is 0, dus het zijn de mannen. 0,036 die we hebben gezien. En voor vrouwen is, zie je hier ook 0,109. Nou, dat was precies die 109 die we ook al hadden uitgerekend. Even kijken waar die is, hier. 109. Het voordeel hiervan is, van het gecombineerde model, behalve dat het eleganter is omdat het in één model allebei gecombineerd is, is dat je dus ook een toets doet. Dus je kunt ook zien of het verschil in het inkomenseffect significant is tussen mannen en vrouwen. En dat kan je natuurlijk niet zien als je twee losse regressieanalyses doet. Dus dat is eigenlijk het mooie ervan. Ja, nog even een paar andere puntjes. Ik had al gezegd van, let op dat de hoofdeffecten niet meer hetzelfde zijn. En om te kunnen nagaan van, wat is de interpretatie dan ook alweer van die hoofdeffecten op het moment dat er een interactie in zit, kun je ook weer nagaan van, kunnen de variabelen in het model de waarde 0 hebben? Zoals we dat ook al hebben gedaan eerder bij de interpretatie van het intercept. Dus dat zou hier ook kunnen. Als je kijkt, als je wil weten wat het intercept betekent, kijk je altijd van, kunnen alle variabelen de waarde 0 hebben? Nou, dat kan in dit geval, want vrouw kan 0 zijn, dat zijn mannen. Inkomen kan 0 zijn, dat is de laagste inkomensgroep. Dus met andere woorden, die 7,627 die je hier ziet, is de geschatte tevredenheid voor mannen in de laagste inkomensgroep. En op een vergelijkbare manier kan je nagaan wat de interpretatie is van de hoofdeffecten. Dus als je bijvoorbeeld wil weten, er staat hier een getal achter vrouw, wat dat betekent, dan moet je nagaan in welke situatie de andere variabele, dus inkomen, 0 wordt. Nou, dat is hier bij de laagste inkomensgroep. 0 staat voor de laagste inkomensgroep. Dus het effect van vrouw, -301, is het verschil tussen mannen en vrouwen in de laagste inkomensgroep. En dat kan je makkelijk zien als je de vergelijking uitschrijft. Dat staat hieronder. Daar heb je namelijk in die laagste inkomensgroep valt die inkomensterm weg uit de vergelijking. Dus hier doe je dan maal 0. En in de interacties komt ook maal 0 te staan. Dus dit valt allemaal weg. En wat je overhoudt is het intercept min 0,301 maal vrouw. Dus is het die min 0,301 maal, dat is het verschil tussen mannen en vrouwen in tevredenheid in de laagste inkomensgroep. Of het effect van vrouw zijn, als je het zo wil formuleren, in de laagste inkomensgroep. En dus niet meer in de hele sample. Oké, daarmee heb ik het belangrijkste gezegd, denk ik. In het B-deel van deze tutorial ga ik kijken naar die twee andere soorten van interacties. Continue variabelen met elkaar geïnteracteerd en categorische variabelen met elkaar geïnteracteerd.